Ja, hier neemt het alleen maar toe. Ik zie hem elke dag. Misschien te vaak eigenlijk. Ja, echt hè. Jeffrey come with a really good pedigree coming through the Ajax Academy. They've got technical skills and physically very, very capable. They're really performing well for the team and they've just assimilated into this New Zealand culture really well. We begon natuurlijk bij Ajax. Daarna ben ik naar Spanje gegaan, naar Real Sociedad. Na Spanje weer naar Nederland gegaan, NAC Breda gehad. Ja, nu zit ik hier in Nieuw-Zeeland. Als je me dat 10 jaar geleden had gezegd, had ik dat misschien niet geloofd. Ik heb bij Ajax gespeeld, bij NAC, bij Rode JC en ik speel nu bij Wellington Phoenix. Aan het begin had ik natuurlijk van wat doe ik hier en waarom helemaal Nieuw-Zeeland. Maar nu ik erin ben gegroeid, ja, ik ben heel trots. Since Rolly's come to the club, he's made a huge change to the way our midfield is. And Jeffrey, he's new to the club, he's finding his feet, he's stuck in a few games. Man, that guy's got some skill though. Rolly flew 5,000 miles and Rolly flew 5,000 more. Phoenix zit in Nieuw-Zeeland, maar we spelen in de Australische competitie. Dus dat op zich al is uniek. Ik moet eerlijk zeggen, voordat ik hier naartoe kwam, dat ik eigenlijk niks wist van het Australische voetbal of de competitie. Dan kom je hier en speel je de eerste paar wedstrijden en denk je toch van nou, het is toch wel beter dan ik had gedacht. En beter dan de meeste mensen denken vanuit Europa. Als ik heel eerlijk ben, ja, het is mijn redding geweest. Echt. Echt waar. En misschien is het ver en misschien hebben heel veel mij voor gek verklaard van wat gaat hij nou helemaal daar doen? In Nieuw-Zeeland. Ja, dat is toch geen plek om te gaan voetballen. Bla bla. Ja, op dat punt waar ik toen stond, is het een fantastische stap geweest. En dat heeft me echt heel erg geholpen. Als speler en als persoon ook. Ja. Ja, ik denk dat wij als club bij de Wellington Phoenix zou ik ons kunnen vergelijken met een club als. Ik denk toch wel AZ. Ja, tussen plaats 1 en 6 in. Meestal als ik door de stad loop, is het om wat te gaan eten. Ik hou van shoppen, maar dat is hier niet echt. Kom ik niet echt goed aan de bak hier. Maar ik hou wel van wandelen als het mooi weer is. Het is vandaag een beetje grijs, maar ik hou wel van wandelen. Daar is een van de bekendste straten. Hier heb je veel cafés. Ze houden hier van koffie drinken. Om de 10 meter heb je wel een cafeetje of iets waar je koffie kan drinken. En goede restaurants. Dus het loopt helemaal door naar het einde. Vanaf daar. Aan die kant hebben we een mooie boulevard waar je kan lopen. Dat is Rolly. De big star. Op mijn gemak toen ik hier kwam. Ik werd echt geaccepteerd, gelijk, ze namen me gelijk mee in de groep. Je komt hier naartoe, je bent helemaal alleen en je moet het allemaal alleen doen. Dus je komt hier aan, je moet bankpas regelen, telefoon, huis regelen. Ja, dat gaat je vader of ze het niet doen voor jou, die helemaal daar zit. Dus dan kom je op een punt van nu is het zo, je moet het gewoon zelf doen. En niemand die je helpt of steunt, je moet het echt zelf doen. En met je gezin, en natuurlijk. Hey. Hey. Hoi. Ga je lopen? Ga je lopen? Wat heeft mij overtuigd om naar Nieuw-Zeeland te gaan? Ik wist van hun interesse, uiteraard. En ik moet eerlijk zeggen, in eerste instantie had ik zoiets van, ja. Is aan de andere kant van de wereld, ik weet het niet. En,
Rolly Bonifacio speelde hier, dus die ken ik in mijn tijd van Ajax en van NAC Breda. Dus ik had hem natuurlijk erover gesproken hoe hij het hier had en hoe hij het zag. En hij had best wel goede verhalen erover en ook aangegeven dat ze hem echt graag wilden hebben. En ja, na goed overleg met mijn vader en mijn vrouw had ik toch deze keuze genomen. Ik moet eerlijk zeggen dat nu echt mijn focus is om hier goed te presteren. Ook voor de kampioenschap te gaan vechten. En dan kan het in principe alle kanten op. Europa blijft natuurlijk de beste plaats om te voetballen. Duidelijk een rugbyland. Ik bedoel, onlangs is de WK geweest van rugby. En ja, All Blacks, dat is uit Nieuw-Zeeland en dat is gewoon echt mega hier. Ik bedoel, rugby is hier en dan is voetbal hier, weet je. Dus dat is echt de main sport hier. En dat kan je in alles zien. Ik bedoel, je ziet eerder shirts van All Blacks dan van de Wellington Phoenix bijvoorbeeld. Ik dacht dat eigenlijk Nieuw-Zeeland wel gelijk was aan Australië. Qua temperatuur, qua winkelen. En dat viel in eerste instantie een klein beetje tegen. Maar al heel snel, als je Wellington leert kennen, begin je andere dingen te waarderen. Zoals bijvoorbeeld kindvriendelijkheid. Er is hier gewoon, ik kan geen betere plaats op aarde bedenken waar je kinderen wil laten opgroeien. Een paar dingen die me opvallen over de Nieuw-Zeelanders zijn... they mind their own business. Ze zijn vriendelijk, maar they mind their own business. Dus, kijk, ik ben iemand, als ik langs je loop, dan zeg ik hoi of hallo. Of dan probeer ik wat contact te maken. Of als ik in de lift stap, zeg ik hi. Hier, dat kennen ze niet. Dus je stapt gewoon in de lift en het is muisstil. Ik ga uit de lift, het is ook muisstil. En soms zeg ik hoi en dan zegt ze niks terug. Dus dat is een beetje awkward. In Europa, dan hebben ze meer een gevoel voor kleding, mooi erbij lopen. Ja, hier, het interesseert ze helemaal niks. Het interesseert ze echt helemaal niks. Dus toen hij hier nieuw kwam, hij is van, wat is er met jou gebeurd? Ik zeg, ja, Jeff, ik ga gewoon hierin mee. Want hier hebben ze geen gevoel voor kleding of iets in die richting. Dus ja, trainerspak aan de hele dag. En ja, ik zie het. Moet zo even mee. Nou, bijvoorbeeld, wij hebben heel ander haar dan de mensen hier in Kibiland, om het zo te noemen. Nee, dat is in Nieuw-Zeeland. Ja, en dus echt heel veel haarproducten hebben meegenomen. Heel veel allemaal sausjes om mee te koken en zo, dat je toch nog wel een beetje thuis voelt. Ja, dat zijn de dingen dus die je dan hier dan net niet kan vinden. Of je moet helemaal naar Australië toe, maar ja, dat doe je ook niet even 1, 2, 3 met de kinderen. Hè? Nee. Pas op voor je hoofdje. Zijn we in principe helemaal hierin geacclimatiseerd, om het zo maar te zeggen. Ja, het enige inderdaad is het tijdsverschil. Dat is soms lastig. Als je contact wil hebben met je familie of vrienden vanuit Nederland, moet je soms wachten. Als je iets op plaatst op Instagram, moet je soms wachten voor die likes. Ik denk dat ik mijn focus en mijn alles heel erg op Jeff gesteld heb nu. Dat is echt onze main focus en alles eromheen. Ik denk dat dat vanzelf vloeit dan uiteindelijk. Onze wens is nu gewoon echt dat hij de wereld kan laten zien wat er in hem schuilt. Dus dat wat iedereen eigenlijk hoopt, ja, wat iedereen eigenlijk al in hem ziet, dat nu gewoon naar buiten komt. Voetballen die een kind krijgen, die worden vaak moe, die spelen niet goed. En ik had iets van, ik wil iedereen het tegendeel bewijzen en dat ik het wel kan. Dus dat heeft hen gelukt. Het was fantastisch om zo'n mooie goal te scoren. Het is heel fijn om mijn man hier zo te zien stralen en gelukkig te zien in zijn spel. Hij is zichzelf weer teruggevonden.
denk ik, in de voetballerij. Gewoon het plezier wat hij had als kind. Wat hij me dan heeft verteld van hoe hij zijn jeugdopleiding doorlopen heeft. En het gevoel en de passie wat hij voor voetbal heeft. Ik denk, in de laatste jaren in Nederland is hij dat gewoon compleet kwijtgeraakt. Omdat hij geen vertrouwen kreeg van de mensen om zich heen. En op het moment dat hij hier kwam, is hij gewoon met open armen ontvangen en ontzettend gewaardeerd. Ja, inmiddels is hij een onmisbare schakel. En dat is wat je wil als speler, denk ik. Je wil onmisbaar zijn voor het team. Ik denk dat Rolly hier echt volwassen is geworden. Hij is hier echt een man geworden. En als ik kijk van zijn financiën op orde en hij is gewoon goed voor elkaar. Hij is allemaal op orde en het is een hele belangrijke stap voor hem geweest op alle vlakken, denk ik. Hoe ik nu aan het spelen ben, is wel meer de persoon die ik ben, ja. Zou ik zo hebben gespeeld in Europa, dan had ik hier nu niet gezeten. Hiervoor heb en gedaan, het kan me niet echt allemaal uit, omdat en misschien was ik nog jong, nog onervaren. Ik zat vaak op het randje van hij is heel goed, maar toch heeft hij twee telefoons, heeft hij dit, heeft hij dat. Er was vaak wel iets. En nu heb ik het allemaal aan de kant geschoven en ben ik als speler ook meer geaccepteerd dan voorheen. En ja, ik ben echt, ik ben heel trots. Had ik het toch weer om elkaar gekregen om mezelf weer op de rails te krijgen. En weer mezelf op de kaart heb gezet, bij clubs ook. Dus dat is, is heel fijn. Ja, iedereen mag natuurlijk hartstikke blij zijn. De jongens mogen hartstikke blij zijn dat ze mogen voetballen. Dat hun werk is. Of dat nou bij Ajax is of een andere club. Het gaat erom dat zij gelukkig zijn en dat zij zich thuis voelen daar waar ze zitten.